Goedemiddag, Alice Guit, HR-directeur van Capgemini. Dankjewel. Ja, ik heb wel wat vragen over All You Can Train. We hebben een jaar geleden een nieuw concept geïntroduceerd binnen de Academy. All You Can Train, een concept waarbij alle medewerkers voor één vast bedrag onbeperkt trainingen kunnen afnemen. Nou, jij bent daar ook ingestapt en we zijn benieuwd naar jouw bevindingen. Hoe past All You Can Train binnen de HR-visie? Nou, dat is leuk dat je dat vraagt. Ik moet zeggen, toen je het mij aanbood, hebben we natuurlijk wel even ook goed over nagedacht of dit past ook in onze HR-visie. Nou, het past daar heel duidelijk in. Dat heeft er ook mee te maken dat wij medewerkers aan het stuur willen zetten van hun eigen ontwikkeling. Mm-hmm. Capgemini recruteert toch ieder jaar zo'n 600 tot 800 young professionals uit de markt. Ja. En wij willen dat mensen het heft zelf in handen. En sterker nog, dat willen mensen zelf ook. Ja. We willen zelf gewoon de regie pakken over hun eigen ontwikkeling. Wat ik het mooie eraan vind is dat medewerkers zelf kunnen beslissen of ze wel of niet. In sommige gevallen moeten ze natuurlijk wel toestemming vragen aan hun counselor. Mm-hmm. Of ze wel of niet dat bijvoorbeeld overdag mogen doen. Ja. Maar in 9 van de 10 gevallen kunnen ze gewoon zelf beslissen over hun eigen carrière. Het is voor medewerkers positief. Ja. Wij hebben beter, want we willen natuurlijk goede mensen bij onze klanten hebben. Goed opgeleide en getrainde medewerkers. Mm-hmm. Dus die beter performen. En een hogere betrokkenheid hebben. Ja. Dus al die verbanden hebben wij inmiddels aangetoond. Ja. Dus een zeer tevreden klant. En wat vinden de managers ervan? He, want die mochten daar vroeger over besluiten. En nu gaat die medewerker die gaat zijn eigen gang. Ja. Wat vinden die daar nou van? Nou, ik denk in het begin dat het wel even wennen is geweest. Vroeger kon je natuurlijk zelf inderdaad wat jij zegt daarover beslissen. En, dat voelt natuurlijk toch als iets wat natuurlijk heel waardevol is, hè, omdat je daar goed dat gesprek over gevoerd wordt. Nu zie je dat die medewerker steeds meer aan het roer komt en dat die gesprekken gewoon anders worden. Ja. Dus dat is even wennen, maar wij hebben ook in het proces een nieuw managementmodel, dus dichter bij de mensen, kleinere span of control. Dus dit past heel erg in de beweging van Capgemini om die medewerker eigenlijk centraal te zetten. Oké. Okay. Nou, fijn dat je zo enthousiast klinkt. Ja. Zijn er nog andere voordelen die je ziet met het concept All You Can Train? Nou, wat ik zie zijn denk ik ook wel de financiële voordelen in die zin dat je ziet dat, zeker in een beursgenoteerd bedrijf, dat er verschillende knoppen zijn waar je aan kan draaien in de business. En daar is opleiding er één van. Nu hebben we gewoon een fixed fee afgesproken per maand. Voor het hele jaar? Voor het hele jaar. Ja. Dus het is lekker simpel, lekker duidelijk. En dus kan je nooit erbij uitkomen dat aan het einde van het jaar iemand zegt van nou, doe die training dan misschien maar volgend jaar in plaats van dit jaar. Ja. Terwijl dat natuurlijk pennywise pound foolish is. Ja. Dus nu hebben dat soort discussies zijn in ieder geval definitief van de baan. Kijk. Wat ik een heel groot voordeel vind. Kijk, dat is goed om te horen. Ja. Oké, okay. Nou Ellen, dankjewel voor je informatie en tot de volgende keer. Oké, dankjewel. People matter, results count.